Als we het over helden hebben, aan wie denk je dan? Want er zijn mensen die bijvoorbeeld denken, oh, Ruy Vloed, want die had afgelopen zondag de winnende treffer in de laatste minuut van de wedstrijd tegen AZ. Denk je ook wel eens over die helden die meer dan 75 jaar geleden, hè, toen het oorlog was, die mensen die toen opstonden tegen de bezetter? Ook over oorlog in het klein. Het beste van een jongen met rood haar en van een stotteraar. Er was ook een Joods meisje in mijn klas, die wat bijzonder was, maar die we gelukkig niet hebben gepest. Haar naam staat in de lange lijst van slachtoffers op de Joodse begraafplaats in de Bollestraat. Ze is vergast in een Duits concentratiekamp. We hebben zojuist met de lokale burgemeester en de kinderen van de school hier, van klas groep 5, hebben wij de onthulling gedaan. En we hebben speciaal gekozen eigenlijk voor deze buurt, omdat dit de verzetsheldenbuurt is. Dus alle straatnamen zijn hier vernoemd naar verzetshelden uit Almelo. En omdat het een vredesboom is, dachten we van nou, dan is dit een hele mooie plek daarvoor. Ook omdat het zo mooi gerenoveerd is en in 2019 zijn we hier al mee begonnen. Maar iedere keer werd het uitgesteld vanwege corona of omdat de kinderen er niet bij konden zijn. Dus we zijn heel erg blij dat we nu in de Vredesweek, het thema is inclusief samenleven, dat we hier dan toch deze boom kunnen onthullen. Mijn wens is dat de dieren en natuur nooit doodgaan. Ja, mooi. Ik wens dat de oorlog, dat er geen oorlog komt. Heel goed. We hebben gewoon gekozen voor een mooie boom die ook een beetje uit gaat groeien over de vijver heen. En daar hebben we eigenlijk voor gekozen. En die ook past in het landschap. Oh, oh my god. Oh, ik hou van mijn gezin. Ja. Ik ben...